Super tof dat jullie kijken vandaag met deze nieuwe vlog op mijn kanaal. Mijn naam is Marana. Vandaag is het maandag 1 juli. Vandaag is ook de regel ingegaan dat je niet meer mag appen en bellen. Met de telefoon in de hand op de fiets. Dat mag niet meer. Dus dat doet deze keer een boete van 500 euro. Dat geld mag ik ook niet meer. Dus als je iets op de telefoon of muziek aanzet of de volume regelen. Bellen, mag je niet. Dan mag je een handsfree. Als je het wilt doen, moet je of stoppen of handsfree doen. Anders riskeer je toch nog een boete van 500 euro. Dat wil ik. Dan heb ik het gewoon verbiedzaam zijn uitgedeeld. Maar vergeet u niet goed aan mogen en veel plezier met kijken naar deze vlog. Het is vandaag woensdag, ik wil zeggen bijna donderdag. Dat klopt nu niet. Ik weet niet wat ik een keer vandaag, maar goed. Waarschijnlijk omdat ik gisteren niet gevlogd. Mijn camera zat dus in oplader en mijn accu was dus leeg. En ik had ook geen zin om te vloggen gisteren, eerlijk gezegd. Ik was gisteren wel gevallen met mijn scooter. Alleen mijn snorscooter, ik heb een snorscooter. Niet dat ik heel rommelig, nee. Ik heb een snorscooter. Ik rijd dus op het fietspad. Ik rijd zonder hem. Ik ging gisteren boodschap, even wat drinken en zo halen met Appie hier in Wageningen. Vervolgens, ik rijd dus terug. Ik wil naar terugrijden en vervolgens ook een vlog van dealer. Vervolgens, ik kijk altijd als ik afsla of een bocht maak in mijn spiegels en in mijn dode hoek. Of er niet een stomme student uit Wageningen direct in één keer in mijn dode hoek zet, zeg maar. Want het kan nog wel eens voorkomen dat dat gebeurt. En dat je dan niet in één keer rot schrikt natuurlijk. Maar jongens, dat wel. Ik had gekeken en ik zag niks, dus op een gegeven moment, ik maak die bocht, ik sla af. Schiet die student in één keer vol langs me, voor me langs. En ik moet dus vol op de rem. En vervolgens, ik ga dus onderuit. Val dus met de scooter gewoon zo onderuit. Mijn been die is blauw, scheenbeen. En die is ook een klein beetje, hij is ook dik, zit een ei op. Ik heb daar ook best wel veel last van. Ik ben nu ook eigenlijk officieel op mijn kamer. Ik heb al een gedeelte gedaan. Maar door die pijn is het gewoon niet te doen. Want als het niet die pijn had gehad, had het aan mij gelegen of mijn kamer nu al klaar. Maar doordat ik zo'n pijn heb aan mijn been, gaat het niet. En dat gewicht van mijn scooter is niet bepaald licht. Mijn scooter weegt bijna 100 kilo. 97 kilo. Bijna 100 kilo dus. Het is vandaag donderdag. Ik was vanuit mijn werk vanmorgen gelijk doorgegaan naar de academie. Omdat ik om 1 uur er al trek, want ik had gevraagd, kan wel even eerder dan 2 uur. Ja, is goed. Nou, vanmorgen dus bericht gegeven, dus ik gelijk door. Nee, ging gisteren het ook niet helemaal lekker. Volgens mij heb ik het verteld, maar ik weet het niet zeker. Ik heb hier nog een uitgenodigd, die is gisteren flink als slof geschoten. Niet zo'n klein bijtje. Het is al zo erg dat we bang beneden op de bank zitten. Dat we beneden op de bank hebben gesprek gehad. En dat we bang waren dat er wat zou gebeuren. Dus er is ook daadwerkelijk dus wat gebeurd. Hij is flipte. Vervolgens hadden ze een gesprek over gehad. En ik zat zelfs die jank op de bank van angst. En dat heeft te maken met dat ik op pleurheim vroeger het soortgelijke mee heb gemaakt. Dat ik ook weggetrokken werd uit de situatie. Omdat de situatie ook niet echt heel veilig was. Dus nu was het ook zo. En ik wil heel graag naar mijn ouders. Maar mijn ouders reageerden er niet echt heel goed op. Ik had hem aan kunnen vliegen. Dat kan nu nog misschien gebeuren als hij weer een keer wat doet. Hij beschadigde bijna mijn scooter. Als hij mijn scooter had beschadigd, dan had hij oorlog bij mij. Dat is met iedereen. Als iemand mijn scooter beschadigt, is geen oorlog bij mij. Echt. Want ik heb keihard lopen werken voor een scooter. En vervolgens gaat er iemand dus lopen beschadigen. Het is niet gebeurd, het is voorkomen. Maar ik heb uiteindelijk wat voorzorg. Na het voorval hem in de schuur moeten zetten. Het is uiteraard niet de bedoeling dat ik voor iemand anders mijn scooter in veiligheid moet gaan stellen. Het is vandaag vrijdag, dus kort voor 4. Ik vind nog de video die straks online moet komen editen. Volgens mij ben ik daar gewoon bijna klaar mee. Maar straks ben ik ook eten. Want de vlekje die hier is, die gaat het koop klaarmaken. Ik heb dingen voor het weekend. Morgen andere dingen voor de zondag. Want zondag ga ik naar de DTG. Morgen vlog ik dan niet. De dingen die op de DTG komen, die komen uiteraard ook waarschijnlijk ook wel terug in de week voor natuurlijk. Maar ook komt daar gewoon van de DTG een aparte vlog van. En Roxy's ontmoet ik zondag. En dat is op de DTG. En dat vind ik echt gewoon gaaf.
Ik kom morgen ook even nog regelen om die t-shirt even in te pakken. Dat moet ik ook morgen even regelen. Ook het doofpapier of zo te fixen in die richting. Ja, voor de ene keer, maar doe ik maar. En morgen moet ik toch naar de Action, dus ik kan het gelijk meenemen. Maar ik ga even verder editen, dan zie je vanavond. Nou, het is vandaag zondag. Ik heb gisteren niet gevlogd, omdat ik natuurlijk klaar aan het maken was voor de DTG waar ik naar me toe ga. Ik reis naar Brabant, naar Den Bosch. Om vervolgens naar de DTG toe te gaan, waar ik kopjes ga ontmoeten. En waar ik ook misschien even andere bekendere YouTubers ga ontmoeten. Bijvoorbeeld Gio, Lian, Willem en alle andere bekenden. Maar ik ga zelf ook handtekeningen uitdelen. Desnoods. Dus ja, dus ik loop gewoon over door het park. Via daar naar de bus. Want ik heb dus mijn eigen merchandise aan. Natuurlijk, omdat ik naar de DTG toe ga, is het wel, ja, slim. Ja. Ik loop in een t-shirt, omdat het gewoon lekker is dat te doen. Ik heb een trui meegenomen voor vanavond. Of voor straks. Misschien als ik het koud krijg. Met gewoon Steven hier op de DTG. Hoezo? Hoeft niet. Ik zie wel waar ik het. Ik weet wel, ik ben eraan gewend. Als je een stift zoekt, die zit hier in het kleine voorvakje hoor. Als je een stift nodig hebt, zit hierin. Ze zijn allemaal dicht. Ja, die zit hier. Zit stift in hoor. Oh, zit daar een stift in? Ja. Okay. Oh, daar staat Droxies. Ja, hier, hallo. Hey, alles goed? Ja, hoe ben je ook? Ja, lekker. Oh, je rijdt, joh. Ja, echt hè? Oh, 2,5 uur. Je komt in de vlog hoor. Nee, nee. Hoi. Dus Miranda, weet je nog van wie wij de spelletjes gekregen hebben? Wie ben ik? Handtekeningen willen zetten op mijn t-shirt? Ja, natuurlijk! Hier. Heb jij een pen? Oh ja. Voor mijn rug. Heb je dat? Ja. Maakt niet uit, kijk maar hoe je doet. Is goed, doeg! Bij die erin doen. Nou, we hebben handtekeningen allebei laten zetten op een t-shirt. Ik zeg het tegen de vlog. We hebben allebei een handtekening laten zetten. Ik op haar t-shirt, die ze van mij heeft gekregen. En ik de t-shirt van mijn. De handtekening op mijn t-shirt. Maar ik heb dezelfde t-shirt aan haar gegeven, dat heb ik jullie verteld. Ja, we gaan wel even in de rij, maar
breed behandigd, maar ik heb er nog een. Ja. Even checken. Beter. Nee, maar je kan je ook gewoon vergissen in de snelheid als je ergens mag rijden. Wil je dan ook van mij een foto maken straks voor met Jan Willem? Van mijn kamer, mijn telefoon heeft ook zo'n. Kijk, je komt gelijk op Instagram. Het scheelt weer. Dat heb ik niet. Het is Tina, wil dat wel. Zoals u ziet gebeurt er ook wel middels schild. Op het schild hebben we ook heel veel licht zitten. We gebruiken wel eens in het donker. Dus we verwachten het aanhouden om even tijdelijk te verblinden. En te kunnen verrassen. Zoals je kan zien gaat de buddy van de hondengeleider voorop. Vaak zal ook een hondengeleider zelf. Zoveel actie van de hond. Mocht ik ook smijtmateriaal hebben. Je ziet er een hond die bij mooi in. Daarna wordt door de collega wordt de verdachte gekozen om naar beneden te komen en om mee te werken. Zodra er dadelijk controle is, zal de hond eraf worden gehaald. Bij de markt ben ik ontmoet. We hebben rotjes al ontmoet, dus heb je gezien. Je hebt ook natuurlijk handtekeningen gegeven, Mark ben ik. We hebben 25 voor 7. En ik ben op de foto geweest met Jan Willem. En ook de handtekening van Nachtig. Mark ben ik rondjes. Mark ben ik stickers. Ja, en stickers. Dus dat is het. Ja, het is hartstikke leuk dat dat machtig. Daarom zijn we hier ook in principe. Ja. Zal die andere sticker er ook nog even bij pakken? Dat bedoel ik. Ik heb hem hier ook. Ik ben een beetje gekreukt, maar ik heb hem ook. Ja. Alleen nog kijken of Nice Family and Friends hier loopt. We hebben together. Nee, daarom wil ik nog een keer rondje lopen, snap je? Ik wil ze echt in het echt zien. Ik weet ook niet hoe ze eruit zien. Ja, ik wel. Er lopen nog ook. Wij hebben dingen bemachtigd. Ziekers, Mark ben ik. Ik heb ook handtekeningen verzameld van honden. Dus. Ja. Lekker bezig, Mark. Ja, zeker. Gouden teamdagje. Ja. Mark ben ik zat op de rug. Oh, ja. Ja, dat is ook een Urbexer. Dus ja, dat is het. De Ziekers ook. Dus. Ja. Jan Willem staat erop. Ik ben er ook mee op de foto, die staat op Instagram inmiddels. Goed eerste jaar. Ja. Ik had er meer van verwacht. Ik had er ook veel meer van verwacht. Ja. Iets meer stands waren en dingen. Dus best wel ik dacht ook dat het veel groter in was. In Utrecht was het wel heel tegen. Veel hoor. Ja. Voor mij valt het vrij tegen. Ik mag het zeggen, maar ik vind het eigenlijk oké. Okay. Ja. Echt joh. Het is leuker voor de kinderen allemaal. Dat gaat het om. En het is wel leuk om iets mee te maken. Ja, wij
lopen constant naar binnen en naar buiten en nog hier rondjes. Hoe laat is het? Het is nu 3:15 bijna. Wait. Oh nee. Cartooning meetings. En Matthijs, die helpt mij altijd. En die komt uit Wijchen. Nee. Die komt bij jullie weer uit de buurt. Ja. De wereld is klein. Ja. Ja. Dat is niet zo vet, hè? Ja, toen had ik al vet cartooning in de auto. Ja, toen kwamen de kinderen. Ja, ik heb een hele uitgebouwde Corsa gehad. Oh, alleen werd aan het begin van mijn straat werd kort gereden door een auto die geen vorm had. Schalen, man. 3000 euro schalen. Ik ben weer thuis. Oh, eigenlijk een poosje eigenlijk alweer thuis. We hebben een leuke dag gehad. We hadden eigenlijk wat iedereen eigenlijk al zei, zoals Roxy ook zei, is dat we er veel meer van verwacht hadden dan alleen dit. Want ze hebben de ruimte niet benut en dat is balen. En ik ben natuurlijk met een paar foto's geweest. Ik heb een paar handtekeningen verzameld. Ik weet niet of ik dat dan hier gewoon aan die kijkers kan laten zien. Omdat het voor mij best wel lastig is. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar ik heb in ieder geval zoveel dingen aan de kant halen. Ik wil niet een stukje te zien. Tuurlijk. Ja joh, van mooi. Kijk, ik heb wat handtekeningen verzameld. Zoals je dat misschien wel kan zien. Ik heb, ja, je kan het niet heel goed zien. Maar ik heb in ieder geval ook een handtekening van Roxy's. Ik heb in ieder geval 3 stuk ontvangen. 3 handtekeningen. En dat is helemaal super. Dus ik ga zo lekker installeren op bed. En lekker rustig aan doen. Ik heb ook een polsbandje dus ontvangen van Mark ben ik. Dat is ook een urwerkser. Ik ben ook een urwerkser. Hij is er ook één. Hij heeft dus dit bandje gegeven. Maar ook 3 stickers van hem. Dus van Seekers gekregen. Ah, Mark ben ik heeft dit gegeven. En dan een sticker van Fire 24/7. Wat heb ik er nou? Echt gewoon gaaf. Gewoon. Ja, het is inmiddels bijna weer 9:45. Ik ga zo lekker naar bed, want morgen gaat de wekker. Best wel vroeg weer. En dat is natuurlijk fijn als ik een beetje een slaap kan krijgen. Ik heb vandaag een leuke dag gehad. Alleen ik heb ontzettende kramp in mijn kaarten nu van Hito Tokyo. Nou, alle 2 de kuiten lopen te krampen, verkrampen nu. En dat is niet zo prettig. En ik ga wel even mijn verwarming een standje hoger zetten. Het is hier op school dan niet altijd even lekker. Soms de ene keer wel, dan weer niet, dan weer wel, maar nee. Het is nou een beetje fris. Ah, ik zit ook in een hemd, hè, dus of ik laat het op. Maar deze hele week is het leuk week gehad. Morgen is weer een nieuwe week. Ik ben kapot. Ik ga zo ook zelf even een paracetamol innemen, want ik heb last van mijn kaarten. Niet normaal. Ik
heb last van mijn kuiten. Ik ga daarom een paar pagina's nemen. Morgen ga ik gewoon een nieuwe week beginnen met jullie allemaal. Aan een nieuwe weekvlog. Dus ja, ik wil deze week dus eigenlijk een beetje eindigen met jullie allemaal samen. Volgend jaar wil ik sowieso winnen het dieet te geven. Misschien ook volgend jaar om hier een buurt te organiseren. Gewoon ergens in Nederland. Ik wil jullie vooral eens bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Vergeet niet of er geen duim op te doen. Vergeet niet onder op mijn kanaal te abonneren. Zorg ik ook even op het belletje. Vergeet natuurlijk niet op de kanaal van anderen natuurlijk te abonneren. Die reageren altijd op mijn video's. Vergeet dus niet op diegene te reageren. Of te abonneren bedoel ik. Laat uiteraard ook een leuke comment achter. En zo een keer bij een nieuwe weekvlog.